En jij hebt een heel blij mens naast je staan, hè? Dat weet ik niet, zal ik hem eens vragen. Heb ik een blij mens naast me staan? Ja, zeker. Ja, Tarik Tissoudali hoort u. Hij scoorde vandaag de eerste twee treffers voor Sparta en was niet alleen daardoor, maar mede daardoor heel belangrijk voor de Spartanen. De tweede was de mooiste, hè? Vertel eens, hoe ging die? Ja, tweede, een duel met de centrale verdediger van hun. Ik kwam voor de goal, ja. De trainer heeft me vaak gezegd dat ik moet schieten. Ja. Het enige wat ik in mijn hoofd kwam was schieten. Dus ik probeerde het. Ja, het lukte ook. Hij ging mooi in de bovenhoek, hè? Ja. Geweldige goal. Dat was de 2-0. Nou goed, daarna wordt het vlak na rust wordt het nog spannend. En toen was het vanaf de 3-1 was het gala voorstelling van jullie kant, hè? Ja, het kan je zo even noemen. Frank kwam erin. Twee assisten, daarna nog een goal. Ja, met het hele team hebben we het goed gedaan. Ja, was niks op af te dingen, of de overwinning was verdiend, hè? Ja, zeker verdiend. Ja, was het een lekkere wedstrijd voor jezelf, want je mocht het op het middenveld spelen. Heb je nog, is dat ook je favoriete positie of speel je liever vanaf links? Nou, links, middenveld maakt niet uit van mij, ja. Ik had vandaag wel meer de vrije rol. Ja. En was wel lekker. Ja, daar kon je goed mee omgaan, hè? Want je hebt ze alle kanten van het veld laten zien, die verdedigers van DVS, hè? Met name die kale die achterin stond. Die heeft een paar keer je hakken gezien, hè? Ja, een paar keer. Ja, een goede samenwerking met Tim Muller. Ja, vindt het fijner ook met hem samen te spelen. Dat zag je ook. Kwam er een paar keer goed uit. Ja. Wat was de mooiste goal van vanmiddag? Was dat die van jou of vond je dat er nog een mooiere tussen zat vanmiddag? Vandaag, eens kijken. Ja, die van mij was wel de mooiste, ja. Goed zo. Hey, 7-1 overwinning vandaag. Volgende week naar WHC, dan kan je weer een lastigere wedstrijd verwachten. Is het doel voor jullie de rest van het seizoen spelen voor de derde periode? Ja, zeker. In ieder geval, ja. Ik geef het niet op. Ik zie nog dat er een kans zit voor de derde periode. Ja, en dan heb je vandaag goede zaken gedaan. Niet alleen omdat je wint, maar ook nog voor het doelsaldo. De laatste vier wedstrijden moet je eigenlijk al vier winnen, hè? Ja, moet alles weer gewonnen worden open voor die periode. Ja. Wat doet zo'n 7-1 overwinning met het vertrouwen? Vertrouwen, ja, is groot geworden. Ja, iedereen, ik zie ook in de kleedkamer, iedereen is blij. Dat zie je niet zo vaak. Nee, zeker niet bij Sparta, want het ging de laatste weken wel steeds iets beter. Maar vandaag was het alle remmen los, hè? Ja, zeker. Hè. Wat was het verschil vandaag ten opzichte van de wedstrijd tegen NEC? Want toen kregen jullie ook genoeg kansen. Is dat dan echt alleen maar het afmaken van die kansen? Ja, vanavond zeker afmaken. Elke kant ging erin. Af en toe zit het mee, af en toe zit het tegen. Ja, vandaag zat het mee. Sparta wint vandaag met 7-1. De lachende Tarik Tissoudali naast me. Hij was mede verantwoordelijk voor die overwinning. Twee doelpunten van hem in de eerste helft zorgden voor een 2-0 voorsprong. Uiteindelijk dus uitgebouwd in de tweede helft. Nadat het nog spannend werd, 2-1, is het uiteindelijk in 7-1 geëindigd. Sparta doet goede zaken in de stand om de derde periode. We hoorden Tarik al zeggen, Sparta moet vier keer winnen. En hij gelooft er nog wel in. Nou, ik ben benieuwd. Volgende week WHC uit. Dat werd een zeer bijzondere wedstrijd. Waar Sparta goed aan begon en veel kansen wist te creëren in de eerste 20 minuten. Maar er daarvan geen één wist te maken. Een beetje hetzelfde euvel als vorige week toen NEC hier op bezoek kwam. En Sparta ook kans op kans stapelde, maar het net maar niet wist te vinden. Toen was het na een half uur spelen Stefania David die de band brak. Vandaag was dat na 37 minuten spelen Tarik Tissoudali. Een beetje een gelukje, want de diepe bal van Sparta zijde was te hard. Maar kon door doelman Paul Epping wel worden opgevangen, maar omdat hij vooruit gleed, leek hij richting Hens te gaan. Moest hij de bal lossen op de rand van de 16 meter om dat te voorkomen. En toen pikte Tarik Tissoudali die bal van hem af en liep hij om keeper Epping heen om hem vervolgens binnen te tikken. Zo was het 1-0 voor Sparta Nijkerk en kreeg het dus na lang werken eindelijk lonen na werken. Goed, die 1-0 die leek ook de thee te gaan halen, maar vlak voor rust was het nog eenmaal Tissoudali op de rand van de 16 meter wegdraaiend bij zijn directe tegenstander Terpstra en vervolgens met binnenkant voet de verre hoek zoeken en vinden. Het was 2-0 en dat was een heerlijke binnenkomer zo vlak voor de rust. Vlak na rust was er een ideale kans voor DVS om de aansluitingstreffer te maken. Koud in het veld, Ali Akla werd diep gestuurd en kwam oog in oog te staan met doelman Kevin Rijnvis. Maar Rijnvis bleek de sterkere van de twee in dit 1-op-1 duel en voorkwam zo de aansluitingstreffer. Die er uiteindelijk toch kwam, want na een kwartier spelen
of na een kwartier spelen, na 7 minuten spelen in de tweede helft, was het Yassine Koert die helemaal was vergeten door de Sparta-defensie en in de omschakeling vrijgespeeld werd op de rand van de 16. De bal stuitte er lekker, de keeper iets voor zijn doel en de bal met binnenkant voet over Rijnvis gelopt, betekende dat de wedstrijd weer heel erg spannend was. Dat duurde echter niet lang, want 9 minuten nadat die 2-1 op het bord kwam, was het de bevrijdende treffer van Tim Muller. Hij werd vrijgespeeld door Frank de Voet, net in de ploeg, en maakte van dichtbij de 3-1. Vlak daarna, 5 minuten om precies te zijn, kon Tim Crux mee op en was het opnieuw Frank de Voet die het beslissende paasje gaf, waardoor Tim Crux in staat werd gesteld om de 4-1 op het bord te brengen. Vanaf dat moment was het één groot Sparta-feest met kansen die allemaal tot doelpunt werden gepromoveerd. 68e minuut was het Tim Muller die 5-1 mocht maken op aangeven van Davids. Prachtige treffer. De 6-1 van de Voet, die dus inviel met 2 assists en een doelpunt, betekende ja kwartier voor tijd dat Sparta de marge op 5 bracht. En het slotakkoord was voor Stefania Davids, die voor de 4e wedstrijd op rij het net wist te vinden. Hij maakte dus in 4 wedstrijden 4 goals en zette de 7-1 eindstand op het bord. En zo deed Sparta goede zaken in de 3e periodestand. En ja, ook in de gewone stand. Maar die is voor de Nijkerkers niet meer relevant. Volgende week mogen ze op bezoek in Wezep, waar Sparta nog een appeltje te schillen heeft met WHC. Want hier in Nijkerk werd het destijds op een koude dag in november 0-1 voor WHC. Dus Sparta kan op revanche in Wezep volgende week. Weer belangrijk voor de 3e periode, waarin Sparta nog 4 wedstrijden speelt en ze eigenlijk alle 4 moet winnen.